Mijn moeder kreeg 3 kinderen, maar eentje ging er dood. Die ene is voor eeuwig heen, de andere werd er groot. Mijn moeder kreeg 3 kinderen, nu heeft ze er nog 2. Maar nummer 3, dus die van 1, die doet nog altijd mee. Ze staat gewoon op onze kast, is best een grappig meisje. Mijn zus en ik staan hand in hand, zij heeft haar eigen lijstje. Dat ik haar nog heb vastgehad, kan ik me niet herinneren. Gelukkig zijn er filmpjes van mijn moeder met 3 kinderen. En toen ze weer 2 kindjes had, nam zij haar eerste sigaret. En voor mijn zus en ook voor mij kwam er een stapel bed. En s'avonds staat ze buiten witte wolkjes te zuchten. Die waaien naar de hemel en verdwijnen in de lucht. En ze hoeft niet meer te huilen als ik van vroeger horen wil. Alleen op 6 september is mijn moeder soms wat stil.